Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven de oostelijke helft van ons land waren veel wolkenvelden aanwezig. Daaruit viel lokaal ook een spatje regen. En met name in het oosten van de provincie Overijssel waren er toch behoorlijk pittige buitjes soms... waarin de temperatuur toch een aantal graden kon dalen. Tussen de buien door scheen de zon en de temperatuur liep op veel plaatsen op naar zo'n 10 tot 13 graden. Als ik alles in beweging zet, dan is te zien dat we vanavond te maken gaan krijgen met een opklaringsgebied... dat boven de Noordzee voor ons klaar ligt. En dat betekent dat in de luchtsoort waarin we zitten de temperatuur vannacht toch flink kan gaan dalen. Met lokaal in het binnenland een vorst aan de grond en op neushoogte zal de temperatuur misschien wel tot 1 graad kunnen dalen. De komende dagen dan wordt het toch wel flink wisselvallig. Vandaag was het nog relatief rustig. Dat hadden we allemaal te danken aan een uitloper van het hoge Drukgebied. Morgen hebben we daar min of meer ook mee te maken. Maar vanaf zaterdag dan neemt de wisselvalligheid toch echt toe. En dat hebben we allemaal te danken aan een grootschalig lage drugsysteem boven de Noordelijke Atlantische Oceaan. En steeds een aantal storingen komen daarmee op ons af. Zo zien we bijvoorbeeld ook in de nacht van vrijdag naar zaterdag. Dan komt een eerste storing langs. Die trekt in de loop van zaterdag nacht en de zaterdagochtend vroeg weg. Waarna het zaterdag overdag op veel plaatsen droog zal zijn. Zondag dan komen er een aanvoer te zitten van toch een aantal buien vanaf de Noordzee. Maar omdat Zeeland, de provincie Zeeland in een, als een soort van schaduw achter Engeland ligt. Het blijft daar waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog, met zo nu en dan ook wat zonneschijn. De temperaturen gaan wel iets inleveren, maar lokaal kan het zaterdag of zondag alsnog 13 graden worden. Eerst terug naar vanavond. Vanuit het westen, dus die brede opklaringen. In het binnenland wolkenvelden eigenlijk overal droog. De temperatuur in het begin van de avond rond 8 graden. En de matige wind uit het westen, die is windkracht 4. Vannacht neemt de bewolking vanuit het westen dan toe. Maar in de opklaringen kan, het dus, kan de temperatuur dus flink dalen. In het midden en oosten van het land zal de temperatuur lokaal misschien kunnen dalen tot 1 of 2 graden boven het vriespunt, met daarbij ook kans op vorst aan de grond. Als laatste bereiken de wolken de oostgrens en daar zal de temperatuur mogelijk ook lokaal tot 1 graad kunnen dalen. De wind die neemt flink een kracht af en is vannacht zwakke bovenland tot net aan, matig aan zee. Morgen is het dan in de westelijke helft van het land toch behoorlijk droog en schijnt de zon vrij regelmatig. In het binnenland is het wat warmer en kunnen een aantal buien ontstaan. Die buien die stellen niet heel veel voor, maar lokaal in zo'n bui kan het toch eventjes flink wat kouder worden. De temperatuur veel 11 tot 13 graden, maar net in zo'n buitje zal de temperatuur misschien kunnen dalen tot een graad of 7. De komende dagen wisselvallig weer met temperaturen die eigenlijk steeds een stapje terug doen. Met de laagste waarde mogelijk op komende maandag, wanneer een actieve storing passeert, dan, op, dan gemiddeld over het land een graad of 10. Vanaf dinsdag neemt de onzekerheid weer wat toe, dan lijken de temperaturen zo rond 11 of 12 graden uit te gaan komen. Hoge temperaturen zitten er voorlopig nog niet in. Maar wanneer de nachten in het begin van volgende week helder zullen verlopen met weinig wind, dan is er kans op nachtvorst. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.